Ik heb een heerlijk dagje. Jij hebt het naar je zin op de boot? Ja, Adriaan Schuller van de Zilvermeeuw 6. Ik zit gewoon naast een echte kapitein. Ja, dat klopt. 33 jaar. Klopt ook. Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden. Verloofd. Verloofd. Zomaar trouwen. Is op je gevallen vanwege je hemd en je... Nou, misschien wel. Dat moet je aan haar vragen natuurlijk. Wat denk je zelf? Nee, ik denk het niet. Het zit in jullie bloed, hè? Jouw vader is schipper, je broer is schipper. Klopt. Hoe zit dat in je bloed? Hoe werkt dat? Eigenlijk zijn wij de vierde generatie, mijn broer en ik. Dus wij zijn de vierde generatie schippers bij ons in de familie. En dat is eigenlijk begonnen als binnenvaart. Dus het vervoeren van goederen. En in de jaren 60 zijn wij ons meer toe gaan leggen op het vervoer van passagiers. Jullie hebben 6 boten die jullie kunnen inzetten. En ik denk ook voor heel verschillende activiteiten allemaal, toch? Ja, wij hebben een heel breed publiek. Dat kan zijn van een rondvaartje, een kaartje kopen en een rondvaart maken door het Nationaal Park heen, door de Biesbos heen. Dat doen we in principe dagelijks. Mm-hmm. In ieder geval met name in het zomerseizoen natuurlijk. En we doen heel veel de feesten en partijen. Dus dat kan zijn van een familiedag, familiereunie. Maar ook bruiloften en ook voor bedrijfsfeesten. Kan je hier nog een goede boterham mee verdienen? Of is dat moeilijk? Je moet er in ieder geval heel veel voor doen. Maar goed, dat is denk ik overal wel mee. Hoe lang gaat zo'n schip mee? Nou, in principe, gewoon puur qua casco, dus qua staal, kan het heel lang meegaan. Op een gegeven moment raken modellen natuurlijk wat verouderd. En je moet natuurlijk met name qua interieur moet je wel... om de 10 jaar, zeg maar eventjes, moet je wel even daar weer iets aan gaan doen. Dus, en de motor, want we zitten natuurlijk ook in een transitie. Je ziet het op de autoweg en alles, het groene rijden, elektrisch rijden. Klopt. Dit is nog steeds diesel? Want dit is diesel. Dit is diesel. Ja, dit is diesel. Wij hebben in principe nog dieselschepen. En daar zijn wij wel druk mee bezig om te kijken. In samenwerking met de TU in Delft hebben we een project gestart... Het is wat breder dan ons eigen bedrijf. Het project heet Sunbee, Sustainable Tourism in de Biesbos. Om te kijken op verschillende types schepen die in de Biesbos varen, om die te verduurzamen. Oh, dat is mooi. Ja, dat is een heel leuk project sowieso om daarmee bezig te zijn. En om ook waarom wij dat eigenlijk gestart zijn, is wat dat punt toch heel veel mening uiteenlopen. Je ziet het dan met de elektrische auto's ook. Hè. Is het wel duurzaam, is het niet duurzaam? Ja, ligt eraan wat je gebruikt, hè? Ja, ligt eraan wat je gebruikt. En wat bij ons ook heel erg speelt, dat we een heel waar komt de energie vandaan? Zijn het windmolens? Is het zonne-energie? Ja, klopt. Hier zou je toch grote zonnepanelen op moeten kunnen hier zetten? Hier zou je grote zonnepanelen op moeten kunnen zetten, inderdaad. Ja, dat klopt. Je zit dan alleen natuurlijk met het feit dat wij op een korte periode... relatief gezien heel veel energie vragen. Ja. En je moet die energie dus op kunnen slaan. En dat kan natuurlijk met accu's. En daar is het wat we in het project ook meenemen, wat dan voor ons duurzamer is. En het feit ook dat je een heel wisselend vaarprofiel hebben. Dus als we naar Rotterdam gaan, dan hebben we heel veel vermogen nodig. Ja. Dus dan is een diesel eigenlijk nog steeds op het beste rendement. En nu tuffen we wat. En dan zou het mooi zijn om dat eventueel elektrisch, dus hybride te gaan maken inderdaad. Ja, dus daar zijn we wel zeker druk mee bezig. Gaan er kinderen komen bij jou? Nee, die hebben we al. Je doet alles andersom? Ik doe alles andersom. Ja. Ja, dat klopt, ja. Trouwen is afsluiten. Trouwen is afsluiten, ja. Hoeveel heb je er dan? 2. Hoe oud? 2 en 4. Zit er kapiteinsbloed in? Nou, ik vind ze zijn nog iets te jong om daar iets over te kunnen zeggen. Maar het zou in ieder geval heel leuk zijn als het in ieder geval wel zou zijn. Natuurlijk. Goed, dan wil ik graag afsluiten. Wat is dan jouw, want we kijken toch net naar de horizon. Ja, het toekomstbeeld. Waar sta jij over 15 jaar? Hoe groen is je boot en hoe staan je kinderen er dan voor? 15 jaar, nou, dan moeten ze in ieder geval het weekend natuurlijk al mee om als vakantiebaantje. Dus dat... Dat is wel het minste wat ze kunnen doen natuurlijk. En qua bedrijf zelf, inderdaad het verduurzamen en het nog verder moderniseren van de vloot. Want eigenlijk de laatste, met name de interieurs, hebben we de laatste 3 jaar 3 schepen helemaal een nieuw interieur gegeven. Dus wij proberen echt om op dat punt ons te onderscheiden met andere schepen. Ook maar met andere typen van uitjes. Omdat we toch echt erop richten om gewoon echt hoogwaardige schepen te hebben. En daar hebben we dus al heel veel in gedaan. Maar daar zal zeker de focus op blijven voor de toekomst, om het product nog steeds beter te maken dan het wel is. Wat doet dit nou met jou? Want je kijkt altijd maar vooruit, om je heen. Je hebt
Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk toch wel het vrije gevoel. En ja, je zit in principe op één plek, maar ja, het decor gaat aan je voorbij. En de regio waar wij dan varen, dus met name de Biesbos en rond Dordrecht de Rotterdamse havens, is ook wel een heel afwisselend gebied qua omgeving. Dus je hebt natuurlijk de Biesbos, de natuur. Zie je die schoonheid nog? Ja, die zie je. Ja, met name met de wisseling van het seizoen. We gaan gewoon nog even, en dat vind ik lekker, verstand op oneindig. Jij moet natuurlijk werken, maar ik ga gewoon nog een beetje lekker voor mij. Het lijkt net op werk, ja, hè? Ja.